Dat zou ik ook al die diversiteitsmensen op de UvA... die ze allemaal zichzelf op de borst kloppen met... wat zijn we divers en inclusief? Ga eens dan ook praten met wat jij noemt een wappie. Of ga eens praten met iemand die Forum voor Democratie stemt. En probeer er eens de mens in te zien. En stop eens met die verdeel en heers. Van, die is slecht, die is goed. Dus er is een heel nauwe cultuur in Nederland aan het ontstaan. Over wat je wel en niet mag zeggen. En ik zit dus nu kennelijk in zo'n grensgebied. En dan zie je, nou de UVA trekt mijn vakken in. De pers die trekt interviews in. En je komt in een soort niemandsland. Waarbij ik met andere aangespoelde mensen kom je dan tegen. Zoals Matthias de Smet. En andere mensen die zich verzetten tegen, de, hè, tegen die totalitaire tijdgeest. Het is heel gek dat dat. Euh, dan kom je zo alleen te staan. We mogen niet te veel denken in zo'n situatie. We moeten je voelen. We moeten voelen van kijk, dit is oprecht zijn als mens en wat de gevolgen ook zijn. Ik week hier niet vanaf. Wat mij opvalt is dat heel veel collega's op universiteiten, maar ook hogescholen, dezelfde zorgen hebben als ik en dezelfde gedachten hebben als ik en graag over dezelfde dingen willen spreken als ik, maar dat niet doen of bedekt doen omdat zij vrezen van hun baan of omdat zij vrezen dat gebeurt wat bij mij gebeurt. Dat je zo extreem hè, eigenlijk gezonde bokt wordt en zwart gemaakt wordt. Maar dit. Hier, dit gevoel laat ik niet los. Ik bleef mijn mening op die manier uitspringen. Wat er ook gebeurt. Als de wolf haar welpen opeet, is het te laat, waarschuwt klinisch psycholoog professor Matthias de Smet in zijn boek De Psychologie van het Totalitarisme. Rustig en op redelijke toon blijven we weerspreken wat ons wordt opgedrongen is het remedie. Maar toch werd sociaal wetenschapper en docent aan de Universiteit van Amsterdam Laurens Buis geslachtofferd. Zo ook de Smet. Zijn boek mag niet meer worden gedoseerd op de universiteit in Gent. En zijn lessen zijn gereduceerd met 50 procent. Doseren mag hij enkel onder toezicht van een collega. Laurens Buis noemt zichzelf links, woke en helpt bedrijven met inclusiviteitsvraagstukken. En voldoet daarmee aan het plaatje van de nieuwe religie die ons meer en meer dicteert. Wat we wel en niet mogen zeggen, denken en voelen. Maar het zetten van vraagtekens bij non-binariteit maakte hem persona non grata. Studenten, maar ook de directie van de UVA schrapte zijn colleges en nu voert hij een eenzame strijd tegen de inclusiviteitspolitie die alles tolereert behalve andermans mening, ook die van een wetenschapper. Heren, fijn dat jullie er allebei zijn. Jullie hebben allebei een casus op zich die mijn interesse wekte: jij aan de Universiteit van Gent en jij aan de Universiteit van Amsterdam. Voor de mensen die het niet weten, laten we heel even beginnen met het begin. Matthias, wat is jou overkomen? Wel, uh, uh, je hebt net al opgezomd dat ik uh, mijn boek niet meer mag gebruiken en maar 50% van de lessen meer mag geven. Uh, dat geldt voor één vak. Hè? Dat geldt voor het vak Cultuur en Maatschappijkritiek. En de andere vakken kan ik gewoon uh, nog lesgeven, ben ik verantwoordelijk lesgever en uh, uh, wordt mijn eerstst of niet beperkt. Maar dus het boek is verboden in dat vak Cultuur en Maatschappijkritiek. Ja, het boek ligt hier op tafel: De psychologie ja. van het totalitarisme. We hebben er uh, ja. in het afgelopen jaar veel aandacht aan gegeven. Besteed. Wat mankeert er aan het boek volgens de Universiteit van Gent? Goh, wel, dat, het, je moet het verbieden van het boek uh, in, in, in het uh, bewuste vak eigenlijk zien als iets dat past binnen een ruimer zich opbouwend proces. Ik ben van in het begin van de coronacrisis mee beginnen uitspreken en de universiteit had het van in het begin, denk ik, echt moeilijk met mijn mening. Ik moest regelmatig op gesprek uh, bij autoriteitsfiguren aan de Universiteit van Gent. Die gesprekken verliepen op menselijk vlak vaak gemoedelijk, maar men. Zei me wel dat men het uh, uh, niet gemakkelijk had met mijn mening. En dan eind 2021 uh, werd ik, uh, zette de universiteit voor het eerst een verdergaande stap. Uh, men zette me uit het consortium uh, klinische psychologie. En men zei toen ook openlijk in een mail dat dat was omdat de andere professoren zich niet meer met mijn uitspraken en mijn mening wilden associëren. Jouw boek is nu uh, eigenlijk uh, geëlimineerd op de Universiteit van Gent. Ja. Dat is nu de situatie en je mag dus minder doseren. Allemaal ten gevolge van jouw opvattingen. Is dat ja. ja, ja, ja want, conclusie? Ja, wat men zegt is dat het boek veel fouten en slordigheden bevat. En toen ik de lijst met fouten en slordigheden op, opvroeg, bleek men die niet te hebben. En verwees men naar een aantal zeer negatieve recensies die op internet circuleren. Maar die eigenlijk qua stijl vaak vulgair van aard zijn. Ik heb die, de meest centrale van die uh, recensies van professor Nassir Gayemi opgezocht. Uh, volledig geanalyseerd en er een substack over gepubliceerd, een soort essay op het sociaal medium, substack, dat iedereen kan lezen in het Nederlands en in het Engels. En geen enkele van de zeven concrete objectiveerbare fouten die je aanduidt in mijn boek kloppen. Ze zijn allemaal bewijsbaar verkeerd. Dus wat in mijn boek staat, is juist hè? Bij, op alle zevende punten. En dus voor mij. Uh, is dat toch wel echt problematisch als een universiteit zo'n vergaande maatregel neemt en zich baseert op eigenlijk uh, ja, eerder vulgaire kritieken die op internet circuleren, dan vind ik dat een, uh, iets uh, wat, uh, uh, waar ik me niet kan benierlegen en waar ik me ook blijf tegen uitspreken en ook. Uh, juridisch uh, stappen gaat in ondernemen. En ja. Ik ben ermee bezig. Dus, uh, dus uh, het is niet van ga ondernemen, ze worden ondernomen. We gaan ja. dan zo meteen uitvoerig over doorpraten. Uh, Laurens Buis, uh, je bent de laatste tijd veel in de media geweest. Ja. Althans, de alternatieve media, moet ik ja. zeggen. Je bent ook op Radio 1 geweest. Ja. Daar heb ik jou voor het eerst gezien. Mm -hmm. Kun je misschien even kort uitleggen, wat is nu jouw situatie? Nou, ik heb mij, ben eigenlijk uit de kas gekomen als soort klokkenluider op de UVA. Een week of drie, vier geleden heb ik een, een klokkenluidersmelding ingediend bij het college van bestuur, waarin ik mijn zorgen uit over de wokencultuur op de UVA. Ik heb de afgelopen twee jaar, eigenlijk vooral toen de coronacrisis begon, rondom dat thema, maar ook om een aantal andere thema's op de sociale wetenschappenfaculteit. Heb ik een hele enge vernauwing gezien van het, van het praten en het denken? Er steeds meer uh, regels en normen en codes over wat wel en niet gezegd mag worden. Op het gebied van corona, op het gebied van de multiculturele samenleving, op het gebied van gender. En dat ging mijn eigen werk zo dwarsbomen dat ik op een gegeven moment echt in een isolement kwam op de universiteit. Er werden mij steeds meer functies afgepakt, vakken afgepakt. En uh, ja, mijn onderzoek werd erg bemoeilijkt. En op een gegeven moment dacht ik dit kan gewoon niet meer, niet alleen voor mezelf, maar ook voor dit instituut moet ik nu naar voren stappen en zeggen stop dat hier en niet verder. Ik wilde daar vooral een interne discussie mee aanjagen op de UvA, ik had helemaal dat helemaal niet te wachten op een nationale of internationale mediastorm. Maar ik heb toen een opiniestuk gepubliceerd in, in de universiteitskrant en dat is zo ontploft, met name omdat ik dus daarin zeg van ja in mijn wetenschappelijk onderzoek zie ik geen bewijs voor non-binair. Dat is nu een identiteit in, hè, onder jongeren die heel populair is. Daar heb ik mij tegen uitgesproken. Ik heb gezegd dat vind ik een zorgelijke en ook gevaarlijke en pseudo-wetenschappelijke ontwikkeling. Wat ik niet kan rijmen met, met, met de kennis uit mijn vakgebied over genderseksualiteit. Nou, en toen ging de machine aan hè, van ik discrimineer en ik ben een gevaarlijk, geradicaliseerd persoon en ik behoor niet op de universiteit. Dus er zijn studenten in opstand gekomen. En het bestuur van de universiteit heeft mij echt daar helemaal niet tegen beschermd. Ja. En, en nu liggen je lessen zelfs stil, heb ik begrepen? Klopt, ja. Kijk, dus de UvA heeft heel goed gehandeld in de zin dat ze op mijn klokkenluidersmelding uiteindelijk hebben ze een vrij zware onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. Die echt gaat onderzoeken of de, eh, de melding die ik heb gedaan, of dat steek houdt. Dus dat is dat in juni komt daar de uitkomst van. En toen begon eigenlijk heel snel een soort heel raar spel over mijn positie op de UvA waarbij ik eigenlijk aangaf... Ja, ik wil gewoon doorgaan met mijn lessen. Ik geef lessen over techniekfilosofie. Ik heb daar een eigen vak in opgezet... waar we heel open met studenten ook praten over... bijvoorbeeld de ontwikkelingen die Big Tech en Big Pharma... ook de zorgelijke ontwikkelingen. We praten ook over totalitarisme in dat vak... en het gevaar daarop. En dus ik wil heel graag dat vak blijven doorgeven. Maar ik merkte heel snel dat, uh, ja, dat de tumult om mij... ook werd aangegrepen om mij uit dat vak te wippen... En uh, dus nu mag ik dat vak. Op dit moment geef ik dat vak niet. En uh, ik heb ook geen toezegging gekregen of ik dat vak ooit nog terugkrijg. Ja, maar Laurens, help me even. Ja. Uh, je bent zelf homoseksueel. Ja. Je noemt jezelf links. Ja. Je noemt jezelf woke. Ja. Je doseert gender-gezondheid. <laughs> ja. Gender woke. ja. <laughs> je geeft ja. bedrijven advies ja. over inclusiviteitstransities. Ja. ja. Hoe kan jij. Ja. De vredesnaam nog worden gezien als radicaal ja. en een vijand van het huidige ja. bestel. Uh, dat hier heb ik mezelf ook heel erg over verbaasd. En dat laat ook mijn grote zorg zien: hè? dat het zo'n een, een smal pad is geworden. Dat Woke. Ik heb een paar keer in de pers zo die uitspraak gezien: van... Woke eet zijn eigen kinderen op. Ja, dat is eigenlijk waar we ja. in de intro mee begonnen: Precies, hè? Dat, dat de wolf haar eigen welpen ja. op eet. En ik ben ook heel benieuwd of we daar vandaag conclusies uh, ja. of iets uit van kunnen leren. Want ja. Jij waarschuwde in je boek, het ligt hier op tafel, pas op dat dat stadium zich niet vervolmaakt, dat de wolf zijn eigen welpen gaat opeten, hmm. of haar welpen gaat opeten. Ik ben een beetje bang dat dat nu aan het gebeuren is, toch? Ik ervaar dat echt zo. Ik vind mijzelf de redelijkheid zelf. Ik ben nogal, ik ben echt mee met een heel groot deel van... De, ...de diversiteitsagenda... ...ik zeg altijd ik steun vijf van die letters... ...LHBTI, meer ook niet... ...daarna ben je mij ook kwijt... ...maar ik steun wel vijf, vind ik toch vijf veel... Ik heb een bedrijf, een diversiteit. Ik zet me al heel lang in tegen racisme en islamofobie in de samenleving. Maar ik wil ook aandacht voor de andere kant. Ik wil ook aandacht voor hoe islam ook een gevaar is voor bijvoorbeeld de homoacceptatie. Ik wil ook aandacht voor hoe die LHBTI-beweging ook zelf ontspoort en steeds politiek correcter wordt. Ik wil ook aandacht voor die coronamaatregelen waar ik zo van geschrokken ben. Ook als techniekfilosoof, dat ik denk, ja. Dit kan gewoon niet wat hier gebeurt. Dus daar wil ik ook allemaal over hebben. En dat mag dus niet. Je moet één paadje lopen. En dan als u, hè? bij mij is het altijd een en-en verhaal geweest. Ik heb altijd vastgehouden aan wat ik verder ook nog vond. Aan het linkse verhaal, zeg maar. Maar ik wilde het ook over andere dingen hebben. En vanaf het moment dat ik me daarover ben gaan uitspreken... heb ik problemen gekregen op mijn werk. Ja, ja. maar toch vind ik het interessant. Hè? Want je noemt jezelf links en ja. ook. Ja. Um, maar als je uh, een beetje op de lijn zit van... Matthias De Smet, je mm -hmm. kent zijn literatuur, je maakt je ook zorgen om totalitarisme. Ja. Dan moet je ook zien, denk ik. Het is ja. een suggestieve vraag die ik je ja. nu stel. Ja. Dat er een, uh, een samenleving is, ons, uh, is aan het ontstaan. Ja. Die met name door die instituten die jij ja. aanhangt. Hè, de linkse politieke stroming, mm -hmm. het wokisme. Ja. Ontzettend gegijzeld worden. Zeker. Hoe kan je jezelf dan nog links en wok noemen? Nou, omdat in mijn pleidooi aanhangen? is van ik wil het kind niet met het badwater weggooien. Dus ik vind het heel belangrijk hoor, dat wok is duidelijk aan alle kanten aan het ontsporen. Maar er zitten ook goede dingen in. Ja, wat zijn dan de goede dingen van woke? Nou, bijvoorbeeld uh, het nadenken over hoe het slavernijverleden doorwerkt. Het nadenken over hoe bijvoorbeeld ook uh, witheid is zo'n concept uit woke. Hoe dat ook doorwerkt in de huidige cultuur. Dat we eigenlijk ook een bepaalde. dat witte mensen ook een cultuur hebben. Vaak zijn we toch geneigd om te denken, andere mensen hebben culturen en witte mensen niet. Een soort neutraal. Nee, wit. Uh, ook weer is een woord. Is, hè? Het, is, is het niet gewoon blank? Ja, nou, dat mag van mij. Want, Kijk, ik heb mijn... mij. Ik zag laatst een politicus dat in, een, in de Tweede Kamer doen, die zei van dit is wit. Ja. En dit is blauw. Ja, ja ik ben maar dat is bij zwart natuurlijk een, een ook zo. He? He? Eraan, maar, goed. maar dat is bij zwart ook zo. Er zijn maar weinig zwarte mensen echt zwart. Waarom maar... zeggen we zo expliciet wit? Nou, is dat dus, belangrijk? De, 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 kijk, ik heb mij altijd hier tegen verzet. Van, ik kom, ik, als, ook als ik organisaties binnenkom, ik kom niet vertellen hoe mensen moeten praten en denken. Ik praat zelf op een bepaalde manier, maar ik ga het anderen niet opleggen. Ik heb me altijd verzet tegen wat ik noem fatsoenspolitie. Het probleem van woke is niet dat we nadenken over diversiteit, maar dat het zo rigide gebeurt. Hè, dat het zo wordt opgelegd, dat het zo met vingerwijzen gaat, met shaming en blaming. Dat als je het zogenaamd niet goed doet, dat je tegen de muur wordt gezet. Het probleem met diversiteit is ook hè, dat het zo alleen gaat over vrouwen, homo's, mensen van kleur, transgenders, eh, religie. En ik ben altijd van ja, maar er is ook andere vormen van diversiteit. Wat ik bijvoorbeeld noem kennisdiversiteit, politieke diversiteit, ideologische diversiteit. Bij ons op de Universiteit van Amsterdam zijn bijvoorbeeld mensen die rechts stemmen of die klimaatkritisch zijn of die op een andere manier niet voldoen aan dat linkse vertoog. Die voelen zich ook niet prettig. Daar zet ik mij ook voor in. Voor mij is diversiteitsbeleid ook dat. En daar breek ik met het gevestigde wook. Ik kreeg bijvoorbeeld een hele erge aanvaring... met de diversiteitscommissie van mijn opleiding. Toen ik zei, ik wil hier een brede definitie van diversiteit... die ook mensen betrekt die ongevaccineerd zijn. Toen kreeg ik de wind van voren... dat ik het leed van ongevaccineerden zou vergelijken... met het leed van zwarte mensen. Dat ik zo de slavernij zou bagatelliseren. Dat soort extreme uitspraken. Ja, dan... dan dan zie ik opeens hoe eng dat woke is. Ik heb niks tegen diversiteit en inclusie en met verschillen goed omgaan en elkaar een beetje leren begrijpen. Maar het is een dogmatische religie geworden. En daar verzet ik mij tegen. Herken jij dit, Matthias, op jouw universiteit? Het, uh, het dominante woke geluid? Ja, ja, ja. Je, je, dat komt overal op in de, in de uh, samenleving. Hein? Ook aan de universiteit en ook aan de Universiteit Gent. Uh, en ik uh, kan me heel goed vinden in uh, wat er tot nu toe gezegd werd. Uh, er zit natuurlijk uh, iets uh, uh, in, die, in dat discours, in, dat, in, dat, uh, woke, in die wookcultuur, uh, dat uh, zijn reden van bestaan heeft. Hè. Uh, dat, dat, dat heeft. Uh, uh, er zit een bepaald begrip in naar minderheden, bijvoorbeeld een bepaalde bekommernis dat die minderheden ook een stem krijgen die er mag zijn. Maar uh, net zoals er in het historisch materialisme van Marx uh, zaken zaten die echt interessant waren en terecht opgemerkt werden, maar het is op een bepaald moment bereikt een ideologie, als ze populair wordt in een samenleving, een soort kantelpunt. En op dat moment uh, verliest is het niet meer. De rationele, redelijke dimensie van de ideologie die richting geeft aan het proces en die, uh, en die de mensen meesleept. Nee, het is een affectief groepsproces dat begint te spelen. Op een bepaald moment wordt die ideologie een soort iets uh, waarin je moet meedoen of waarbij je ontmenselijkt wordt. Ja. En dan uh, krijgt ze een functie van de regeling, binnen ze alle soorten affecten te regelen. Angst, maar vooral frustratie en agressie. En op dat moment... Uh, verliest ze elk rationeel karakter en ontspoort ze compleet. En dat is wat we nu zien, denk ik, bij bepaalde uh, geledingen van de woogcultuur. Zwol... Had jij dat verwacht? Want ik heb jou natuurlijk nauwlettend gevolgd. En in het begin kwam jij bij De Nieuwe Wereld met jouw verhaal over die massavorming. En mm -hmm. dat, hè, dat fenomeen, hoe dat werkt. En hè, dat totalitarisme dat steeds meer... Uh, ja, zijn klauwen eigenlijk op de maatschappij krijgt. Maar dat had heel erg te maken met het narratief rondom corona en die, mm -hmm. angst, en die angst voor dat virus. Maar we zien eigenlijk dezelfde contouren nu uh, ten aanzien van uh, het thema woke. Hè? Ja, dat ja, het ja. Een, 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 een dominante stroming is die geen andere meningen tolereert. Mm -hmm. En tolerantie. Het, 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 het lijkt, dat totalitarisme lijkt zich eigenlijk meer daar te manifesteren dan mm -hmm. op het... ...de angst voor het virus, die is een beetje verdwenen. Ja, ja maar dat beschreef ik ook in mijn boek. Hè. Dat, dat, er dus, dat dus alle grote opkomende verhalen... ...zoals het klimaatverhaal, het terrorismeverhaal... ...het woke-discours uh, woke enzovoort, enzovoort... ...dat die eigenlijk allemaal deel maken van een ruimere ideologie... Uh, ...die langzaam zijn greep op de samenleving krijgt... ...en die uh, ja, tot massificatie rijdt in een eerste stadium. Hoe en en... zou je die ideologie moeten omschrijven in een paar zinnen? Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Het is een ideologie volgens mij die altijd iets gemeen heeft, namelijk dat ze gelooft dat het menselijke verstand uh, dat we met het menselijke verstand een wereld kunnen creëren uh, die helemaal is zoals we willen dat hij is. Een soort maakbare mensen, een maakbare wereld creëren uh, uh, en dat er daar geen enkele limiet aan is. Iedereen uh, moet mogen wensen wat hij wil en mag uh, veronderstellen dat er geen limiet aan gaat zijn. Alle terrorisme kan uitgeschakeld worden. Uh, het klimaat uh, dat ons omringt gaan we kunnen controleren en moeten we controleren op een technologische manier. Uh, uh, de seksualiteit die uh, altijd een probleem geweest is voor de mensen en altijd een probleem zal zijn, kan volledig aangepast worden aan uw persoonlijke wensen. Je hoeft geen enkel vooraf bestaande categorie te aanvaarden. Jij kan perfect uh, uw seksualiteit bepalen. Dus je zit met een soort idee uh, dat, dat we op basis van uh, het menselijke verstand uh, een maakbare wereld kunnen creëren en een maakbare mens. Ik denk dat dat de basisidee is. Dus de, 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 het, een soort fanatiek geloof in de almacht van het menselijke verstand om alles te begrijpen, te controleren, te veranderen, te manipuleren. Volgens mij is dat de basisstroming. Die uiteindelijk uitmondt in het transhumanisme van Harari. Uh, waar, je, waar dat idee tot zijn absolute limiet gevoerd wordt. En uh, waar uh, uh, men gelooft dat uh, de mens uh, het... Via zijn verstandelijke benadering van de wereld het eeuwige leven kan realiseren, alle lijden kan uitschakelen, uh, in een constante toestand van biochemisch opgewekt geluk kan gehouden worden, dat hij met andere woorden, om letterlijk de woorden van Harari te gebruiken, God kan worden. Nou, eigenlijk het aardse paradijs uit de Bijbel, maar dan zonder God. Ja, met de mens als God. Ja. Maar jij bent, uh, Laurent, jij bent socioloog. Ja. Jij bestudeert de mens en de mm -hmm. samenleving en hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Mm -hmm. Al jaren. Deel jij de mening yeah. van Matthias of heb jij een andere lezing van wat er aan de hand is op ideologisch niveau? Nee, ik deel dit. En ik, ik ben natuurlijk vooral bijvoorbeeld, ik kijk vanuit techniekfilosofie, daar zie ik ook hoe die wetenschap steeds meer in een soort totalitaire agenda wordt geduwd die heel erg vanuit controle en maakbaarheid en beheersbaarheid gaat. Hè? Die vaccinatie, ook hoe dat de discours over vaccinatie gaat. Maar ook hoe die big tech wordt ingezet om bepaalde mensen in hun denken en in hun handelen. Tot heel fijnmazig eigenlijk te controleren en in bepaalde structuren te gooien. Maar ik zie het ook heel erg in het genderdebat. Ik ben natuurlijk genderwetenschapper. En het verhaal van Matthias over dat, over dat transhumanisme. zie je ook heel erg in het genderdebat. Dus. Met een, met een soort discours en met een narratief van vooruitgang, progressieve politiek, emancipatie en bevrijding. wordt een verhaal verteld over seksualiteit en gender. en ook zelfs over seksen. alsof je dat allemaal maar zelf kan beslissen, kan maken. alsof er niks meer belemmert. Dus dat is ook waar ik heel erg de sociologie van beschuldig. Dat er een soort losgeslagen constructivistisch denken heerst, zoals ik dat altijd noem. He, dus die sociologen die zijn heel snel geneigd om te denken... ...ja, de wereld wordt gemaakt door mensen zelf... ...en is vooral bepaald, bepalend daarin zijn machtsstructuren... ...en taal en relaties van mensen en aannames en normen, gedragingen... ...en die reduceren vaak de wereld tot enkel dat. He, dus alsof er niks meer biologisch is, niks meer psychologisch, niks meer materieel. He, en dat is ook waarom ik op een gegeven moment me zo... ...een van de redenen dat ik me wilde uitspreken tegen dat non-binair wat je dus nu ziet ontstaan. het jonge ja, kinderen... Ja, toch even voor mensen ja. die niet weten wat het is... en we gaan er allemaal van ja. uit dat iedereen die termen begrijpt... wat ja. is non-binair? Nou, non-binair is eigenlijk een identiteit... die nu heel veel opkomst is, met name onder jongeren. Dus op dit moment, op veel middelbare scholen in Nederland... zijn er klassen waar soms vier tot vijf kinderen per klas... zeggen dat zij non-binair zijn. En dat betekent eigenlijk dat zij zeggen... ik ben geen man of vrouw meer. Terwijl ze wel genetien hebben. Ja, terwijl ze gewoon biologisch man of vrouw zijn, maar ze verzetten zich eigenlijk tegen dat label man of vrouw. En dan zeggen ze ik ben non-binair. En dat non-binair is eigenlijk onduidelijk wat dat precies betekent. Voor sommigen betekent ik ben man nog vrouw. Voor anderen betekent het ik ben allebei. Dus daar is ook weer. Of ik zit er tussenin. Als je twintig jaar geleden dit gezegd had, ja. had waarschijnlijk de ouder of de leraar gezegd. Je hebt psychische hulp ja. nodig, toch? Ja. Hey, en, ik wil het niet bagatelliseren... Nou, maar even, de tijdsgeest is ik veranderd. Vind, hè? Ik vind dat ook dat je heel vaak dat er het gesprek over god, zit hier misschien psychoproblematiek achter. Wat ik niet denigerend bedoel, maar waar ik mee die mensen ook vooral wil helpen. Als je op een gegeven moment zo alles gaat doordenken. En zelfs hele vanzelfsprekende categorieën van ik ben een man of ik ben een vrouw. Als je dat allemaal gaat bevragen, dan kun je maar, ook. Maar, maar sorry dat ik je onderbreek. Ja. Zeg jij non-binariteit is in zijn algemeenheid gewoon onzin? Of zeg je, het is doorgeslagen en er zijn wel degelijk non-binaire mensen. Alleen een nee. heleboel mensen scharen zich daaronder terwijl ze dat niet zijn. Mijn stelling op dit moment: het is onzin. He, dus ik denk, we hebben een hele hoop bereik met elkaar op het gebied van gender en seksualiteit. Ik ben met heel veel mee. Yeah. Bijvoorbeeld dat we, mannen kunnen zich ook vrouwelijk voelen. En wat mannelijkheid is, wordt ook voor het heel cultureel bepaald. Ja, we hebben transgenders, we hebben L lesbisch homo bi. Ja, dat zijn allemaal belangrijke dingen. Een klein plukje mensen is interseksen, heeft een interseksenconditie. Er zijn mannen die bijvoorbeeld ook wat vrouwelijke geslachtskenmerken kunnen hebben of andersom. Hermafrodite bijvoorbeeld. Hermafrodite, noemden we dat vroeger. En dat is va vaak gaat het gepaard met forse medische problemen. Niet ja, altijd, want maar vaak wel. het is ook wel. biologisch aantoonbaar. Hè? Ja, en nogmaals, die mensen hebben vaak ook orgaanfalen bijvoorbeeld. Of hart- en vaatproblemen. Dus die gaan de hele leven in het ziekenhuis. He, en dus ik ben heel erg mee met genderfluiditeit. He, dat hoe wij onze mannelijkheid en vrouwelijkheid beleven, dat dat in onszelf kan zwemmen en vervormen en dat dat mede door de cultuur wordt bepaald. Maar ik ben niet mee in het denken dat jij zelf kan bepalen of je een man of een vrouw bent. Nee, je bent eigenlijk een, een, een man zoals ik. Ja. Ik ben toevallig hetero, ik ja. bent homoseksueel. Ja. Maar ik schaar mijzelf dan ook onder de metroseksuele mannen. Mm -hmm. Ik heb uh, volgens mij ook. Uh, uh, vrouwelijke uh, eigenschappen. Ik kan ja. uh, empathisch zijn, gevoelig ja, zijn. Precies. Dat, dat schijnt volgens mij een vrouwelijke eigenschap Klopt. te zijn. Ja. Maar het betekent niet dat ik per leem, het betekent niet dat ik dan ook automatisch uh, zou kunnen zeggen: ik ben een vrouw. Precies, toch? we weten goed uit onderzoek dat alle mensen androgyne zijn in de kern. Dus dat alle mannen hebben vrouwelijke eigenschappen en alle vrouwen hebben mannelijke eigenschappen. Maar dat gaat meer op een psychologisch niveau. Dat gaat over eigenschappen die je in de persoonlijkheid kan integreren. Dat staat los van een biologische discussie. Maar wat ik zo interessant vind, ja. is dat die hele discussie rondom non-binariteit, of in ieder geval de, de LHBTI-beweging. Ja. Heel erg gaat over dat datgene wat je voelt, ja. hè, als jouw identiteit, ja. uh, ook daadwerkelijk jouw seksualiteit of jouw zijn mag bepalen. Of, ja. of, of druk ik dat nou verkeerd uit. Ja, dat je kan ik zeggen. Ik, ik, ik ben weliswaar een ja. man, ik heb een penis, ja. maar ik voel mezelf. Ja. Dat niet, ja. maar eigenlijk negeer je dan de wetenschap. En dat staat haaks ja. op wat jij zegt, dat we naar een, ja, een steeds transhumanistischere, een technocratischere, uh, op wetenschap gebaseerde wereld toe gaan, die zich heel erg focust op datgene wat wetenschappelijk is. Ik denk niet dat dat het haak op staat. Ik denk dat het zo is dat uh, we uh, in de illusie, wel, een leven, dat veel mensen in de illusie wel een leven dat alles wat ze verlangen, want je zegt, het gaat over voelen, eigenlijk verlang, zo te zijn of zo te zijn, uh, dat dat ook kan gerealiseerd worden. En dat, dat, dat is eigenlijk heel anti-wetenschappelijk. Het is bijna spiritueel, of niet? Nee, nee volgens mij niet. Want, want, want hoe gaat men het realiseren? Hoe wil men, ho, al, al, men door het lichaam voor het aan te passen en door het lichaam te modelleren naar de psychische ervaringswereld. Naar de nee, psychische... oké, okay. ik zou mezelf kunnen laten ombouwen tot een vrouw, hè, door, mm -hmm. mijn, uh, door een operatie. En dat is dan een, 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 een ingreep mm -hmm. die nog altijd door artsen zal moeten worden volgooit. Yeah. Yeah. Maar mij niet een man voelen, nog een vrouw, terwijl ik misschien biologisch ja. wel een man ben, mm -hmm. is het niet erkennen van mijn lichamelijke. Nou, ik zie hier dus zo goed dat transhumanisme in. Dus het lichaam, wat, waarvan ik dacht ook... wat ik zo belangrijk vond in de sociale wetenschappen... waar we eigenlijk al een paar jaar voordat die hele wokwaanzin begon... waren we juist in de genderwetenschappen bezig om dat lichaam wat serieuzer te nemen. En om niet alleen maar te denken over seksualiteit... in termen van discoursen en taal en narratieven en geschiedenis... maar dat we ook steeds met het lichaam gingen kijken. En nu zie je een bepaald soort nieuwe sociologie opkomen in de genderwetenschap... die dat lichaam eigenlijk ziet als... Ja, dat kunnen we gewoon aan onze hand zetten. En onze behoeften en onze gevoelens, die wegen zwaarder dan zo'n biologisch, materialistisch, organisch lichaam. He, dus dat wordt dan gewoon overruled. En nogmaals, wat ik altijd heel belangrijk vind om te zeggen: ik, ben, ik geloof heel erg in transgender. Er is zoiets als een transgender, transgender mensen bestaan. He, jongens of meisjes die al heel jong. Um, leg de gerf ook nog even uit voor de mensen die ja, misschien dus niet transgender, helemaal Ja, dus transgender is dus eigenlijk mensen die van het, het ene geslacht zijn geboren. en naar het andere geslacht toe willen. Dat noemen we gender dysforie. Die ja. hebben gender dysphorie. Dus voelen die, zich in het verkeerde lichaam. Voelen zich in, in het verkeerde lichaam. Dus een kleine groep mensen die dat heeft van jongs af aan. en waar we eigenlijk die behoefte heel consit, consistent zich uit. en we dat niet kunnen terugherleiden naar bijvoorbeeld hun psychoanalytische gezinssituatie. of naar eh, andere oorzaken zoals medicijngebruik. Maar dat we gewoon echt zien van. Nee, die mensen hebben dat gewoon vanuit zichzelf. Daar lijkt dus iets te zijn gebeurd. Dat op heel jonge leeftijd, voor het tweede levensjaar al. in de hersenen is een soort idee: ik ben een vrouw vastgelegd. terwijl je eigenlijk een man bent. Ja, even voor die... de goede orde. Dat vind jij geen onzin, hè? Nee, daar is een kleine groep voor wie dit opgaat. Maar die groep, hè, wat Jordan Peterson bijvoorbeeld heel terecht zegt in Amerika. daar zit veel vervuiling in. Dus daar stromen allemaal mensen in. Nu bijvoorbeeld non-binaire mensen die zeggen dat ze allemaal trans zijn, mensen die het gevoel hebben, nou. Ik vind het eigenlijk niet zo fijn om een man te zijn. Dus ik word maar even een vrouw zonder dat ze door artsen gekeurd zijn. Zonder dat ze die zware procedures, wat genderdysphorie eigenlijk, hè, om daar doorheen te komen. Dat gebeurt gewoon niet meer. Het wordt allemaal een beetje losgelaten. En wat Jordan Peterson heel terecht zegt, is dat er ook mensen zijn, hè, bijvoorbeeld jongens, zo'n bekend voorbeeld, een bepaald soort moedercomplex kunnen ontwikkelen. Waardoor zij een soort over-identificatie met de moeder krijgen. en later, bijvoorbeeld in de pubertijd. een verlangen kunnen ontwikkelen om een vrouw te zijn. terwijl dat meer een jeugdtrauma is. dan een genderdysforiebehoefte. behoefte Die mensen die moeten we eerder psychotherapie geven. dan behandelen. Dat wordt nu op dit moment allemaal niet zo goed uit elkaar gehaald. Waardoor ook mensen worden behandeld. voor genderdysforie. die later weer spijt krijgen. en die weer terug willen. Dus het is nogal een soort. ...rommeltje op dit moment in dat genderlandschap. Ja, transgender bestaat echt, maar er zijn op dit moment heel veel mensen in de wereld... ...zoals Jordan Peterson, J.K. Rowling, die zeggen, ja, maar hè, die ook kritiek hebben... ...op dat er een hoop mensen in die categorie sluipen van transgender die daar niet in horen. Daar ben ik het mee eens. En dit is ook weer zoiets wat je eigenlijk niet zo goed kan zeggen op zo'n universiteit als de UvA. Ja, jij hebt dat wel gezegd. Ja. En je bent tamelijk alleen komen te staan. Ja. Hoe is de reguliere media met jou omgegaan? Uh, nou, ik vond dat... Heb je aandacht gekregen van kranten en... en uh, dan, heel weinig. Heel weinig. Dus ik vond het heel apart in de eerste paar dagen... toen ik net uit die klokkenleidersregeling kwam. Toen ben ik uitgenodigd op Radio 1. En toen waren er NPO-belden. Het NRC Handelsblad die belde. En er waren wel wat gesprekken gaande over artikelen en optredens. Maar heel snel... Ook toen kwam er op Twitter, op een gegeven moment door mijn critici, werd er van mij zo'n beeld geschetst. Toen kwamen mensen bijvoorbeeld achter hè, dat ik vaccincriticus was. Ik heb een keer een stuk geschreven waarin ik het vanuit Jaans perspectief heb opgenomen voor het gedachtegoed van David Icke. Ik heb een keer gezegd, god, ik vind eigenlijk dat we niet zo negatief moeten denken over viruswaarheid en Forum voor Democratie. Dat we veel te weinig zien wat die mensen allemaal goed doen in deze tijd. Nou, en toen ontstond er een beeld van mij door mijn vijanden. als ik een soort extreem extreemrechtse, doorgeslagen gek ben. Die, de, ja, die, die niet op een universiteit thuis hoort. die in complotwanen zit. en die spiritueel in een soort psychose zit. Heel kwaadaardig beeld. En ik had dus echt de indruk dat dat is dus doorcijpelde naar die media. en dat opeens sluiten al die gelederen zich. en dan krijg je zo'n wappiestigma. en dan word je gewoon niet meer serieus genomen. Zo je eigenlijk heel erg inclusief bent. Hè? Ja. Yeah. <laughs> Grappig nou, genoeg, hè? want je, je sluit niemand uit. En je yeah. bent bereid om naar iedereen te luisteren. Dat is eigenlijk super woke. Uh, dat, dit, precies. En dit is ook wat ik in dat opzicht vind ik ook, dat vind ik een goede definitie van woke. Dat zou ik ook al die diversiteitsmensen op de Ufa, die ze allemaal zichzelf op de borst kloppen met wat zijn we divers en inclusief. Ga eens dan ook praten met wat jij noemt een wappie. Of ga eens praten met iemand die Forum voor Democratie staat. En probeer er eens de mens in te zien. En stop eens met die verdeel en heers. Van, die is slecht. Die is goed. Dat, is, dat vind ik allemaal ook zo'n onderdeel van die totalitaire tijdgeest. Dat we zo zwart-wit aan het denken zijn. En daar verzet ik me tegen. En je ziet dus wat er gebeurt als je dat doet. Dan krijg je zelf ook weer dat wappie-stigma. Dus er is een heel nauwe cultuur in Nederland aan het ontstaan over wat je wel en niet mag zeggen. En ik zit dus nu kennelijk in zo'n grensgebied. En dan zie je, nou, de UvA trekt mijn vakken in, de pers die trekt interviews in. En je komt in een soort niemandsland, waarbij ik met andere aangespoelde mensen kom je dan tegen, zoals Matthias de Smet. En andere mensen die zich verzetten tegen, de, hè, tegen die totalitaire tijdgeest. Het is heel gek dat dat. Uh, dan kom je zo alleen te staan. Ja, ja fascinerend. Is hier sprake van een. Een gestuurd mechanisme, een samenzwering, of, of is dit gewoon allemaal toeval wat hier aan de hand is? Matthias, nou. misschien toch ja. even naar jou. Oh, ik, ik leg dat in, uh, of ik geef daar mijn mening over in, uh, in hoofdstuk 8 van mijn boek, denk ik. Uh, volgens mij is het in grote mate een uh, zichzelf organiserend proces in een samenleving, maar er is ook top-down. Er, uh, er zijn instituten die de uh, ideologie waarover we spreken vertegenwoordigen, implementeren. Je hebt uh, uh, Sustainable Development Goals van de UN zo, die worden wel degelijk opgelegd vanuit instituten en dat zijn overkoepelende uh, uh, organen die uh, boven de uh, ja, boven lokale regeringen uh, ideologisch daarboven staan en die die regeringen nog een stuk van ideologische fundamenten of van ideologische munitie voorzien, laten we zeggen. Dus het is allebei, het komt een stuk van bovenaf, het komt een stuk van onderaf, maar de Beweging van onderaf, vanuit de massa zelf, wordt altijd onderschat. Hè. En dat is althans de belangrijkste. Het is de opkomende massa die altijd het grootste probleem is. En ze is natuurlijk ook een stuk gecultiveerd, die massa, door de instituten en hun propaganda of hun manier van mediaberichtgeving doen en zo. Maar uh, uh, uiteindelijk uh, ligt het zwaartepunt van elk uh, technocratisch systeem of van elk totalitair systeem altijd in de massa zelf die in beweging is. En dat moeten we altijd goed beseffen. Ja, want jij zegt in je boek ook... blijf altijd op rustige toon je uitspreken. Stop ja. nooit met spreken, want mm. dan eet de wolf haar welp. Wolf. Ja, 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 absoluut. Ja. Er zit hier een welp. Uh, een welp, die is een welp uit een uh, ja. links- en een woke nest. Ja. <laughs> Ik herhaal dat heel expres, omdat je dat ook zelf zo benoemt. Ja. Je komt eigenlijk uit die hoek en ja. je bent eigenlijk nu geslachtofferd. Maar ja. je draagt wel nog heel trots een hoodie... Van de Universiteit van Amsterdam. Ja. Jij laat jezelf niet wegdrukken, volgens mij. Nee, ik wil ook zeggen: van ik hoor je ook uh, op de UVA. Mm. En ik wil uh, blijven. En ik hoop dat ik gehabiliteerd kan worden door die onderzoekscommissie. Ben je uh, hoopvol? Uh, een beetje dubbel. Het verschilt ook wel een beetje per dag. Ik vind het heel slecht eraan toe op de Universiteit van Amsterdam. Uh, maar ik denk ook: van ja, het kan wel keren. Hè? En ik hoop dat dat uh, gaat gebeuren. Ja, bij jou is er ook het een en ander gaande, Matthias. Want hmm. jij mag nog maar 50% van je lessen geven. Van cultuur- en maatschappij kritiek, ja hebben. Ja, onder toezichtend oog van een collega. Onder een andere verantwoordelijke lesgever. ja. Dus je staat feitelijk onder curatelen, hè? Uh, zo zou je dat kunnen zien voor dat vak. ja. Hoe, hoe ja. moet dat voelen voor een professor? Uh, weet je. Ik, het heb, je ik heb de laatste. Uh, het zal een stuk een. Uh, kleinerende intentie gehad hebben, denk ik, eerlijk gezegd. Maar ze, uh, ik uh, ervaar ze niet. Ik, 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 ik blijf daar eigenlijk uh, over het algemeen zeer rustig onder. Uh, en, uh, en die collega die dan jou moet toezien, ja. is dat dan iemand die jou niet ziet zitten? Of zegt hij dan van, ja, Matthias, ik kan er ook niet aan doen, uh, sorry, uh, het is niet anders? Hij heeft een andere mening over cultuur en maatschappijkritiek. Zeker. Okay. Ja, absoluut. Maar goed. Uh, we moeten opletten. Uh, denk altijd, ik probeer altijd uh, in de mate van het mogelijke de menselijke verhoudingen uh, zo goed mogelijk in stand te houden. Maar het is niet gemakkelijk natuurlijk. Hè. Op die manier, ook je komt, ik kom nu in een positie waarin ik kan kiezen. Ofwel laat ik alles gebeuren en zwijg ik. Ofwel zeg ik van nee, ik ga blijven spreken en ik ga het verhaal zo goed mogelijk naar buiten brengen zoals ik het zie. En dat ga ik zeker doen. Uh, ik denk dat echt, ik roep iedereen op. Uh, om uh, zoals ik altijd al gedaan heb niet te zwijgen en om um rustig te spreken en ik ga dat ook in deze zeker doen uh, absoluut zeker uh. zijn er meer docenten of professoren die in jullie pakket verkeren of zijn jullie de enige twee in Nederland en België mij is opgevallen sinds ik zelf dus, uh, dit meemaak uh, in mijn mail staat eigenlijk rood gloeiend er komen iedere keer mails binnen van mensen ook uit universiteiten Nederland die zeggen van wauw, Wat goed dat je uitspreekt. Wat mij opvalt is dat heel veel collega's op universiteiten, maar ook hogescholen, dezelfde zorgen hebben als ik en dezelfde gedachten hebben als ik. En graag over dezelfde dingen willen spreken als ik, maar dat niet doen of bedekt doen omdat zij vrezen van hun baan. Of omdat zij vrezen dat gebeurt wat bij mij gebeurt Dat je zo extreem eh, eigenlijk gezonde bokt wordt en zwart gemaakt wordt. Dus dat is ook een zorgelijk iets wat ik ook op de UvA zag. Ook op de UvA heb ik de afgelopen twee jaar hier en daar echt wel bondgenoten ge, gevoeld. En mensen hebben ook echt uitgereikt naar mij. Die hebben gezegd, wat goed dat je dit doet. Maar eh, goed dat jij je uitspreekt over corona en gender. Maar het ging altijd zo één op één. Soms toegefluisterd in mailtjes of in de fietsenstalling of bij het koffiezetapparaat. Maar nooit in vergaderingen, nooit in publieke overleggen of bij publieke discussies. En Dus ik denk, dit is ook zo gevaarlijk dat de, de critici vaak in zo'n vijandig klimaat leven, dat zij wijzelijke mond houden. Veel collega's van mij zijn afhankelijk van hun baan om ook hypotheek en gezin te onderhouden. Ze zijn afhankelijk van collega's voor een academische carrière, want daar moeten ze mee publiceren en er zitten in onderzoeksgroepen. Dus het houdt elkaar: dat is een soort web, wat elkaar eh, zo in een soort houtgreep houdt ik kon het me permitteren... want ik heb een eigen bedrijf... en ik ben onafhankelijker dan veel collega's. Ik ben, werk niet alleen maar op de UvA. Maar um, ja, er zijn dus veel mensen... die um, zorgen hebben... maar zich stilhouden. En ik wil toch in Nederland even ook... Dus die, uh, die casus van die Cheert Albringa, wetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen... die uh, e e eigenlijk... Vind ik vind echt een vrij schokkende casus... die een natuurkundige is... en die een vak gaf de afgelopen... Uh, jaren Om zijn studenten kritisch te laten denken in het informatielandschap. En studenten ook uh, zelfstandig en autonoom kennis wilden laten nemen ten opzichte van de vele informatie die er is. Die ook dat simpele denken in termen van je hebt echt nieuws of fake nieuws. Die, die dat dualisme een beetje wilde uitdagen. dat er een hele hoop tussen zit. Nou, en die man is eigenlijk uh, kreeg ook dat stigma van. God, hij zit studenten uh, het complotdenken te leren. En hij is gewoon ontslagen. Wow. Ja, Hij kreeg ook dat stigma, wappie-prof. Wappie en dan denk ik, die man, als je kijkt naar welk vak, hij heeft een video op YouTube gezet. waarin hij uitlegt wat zijn kant van het verhaal is. waarin hij ook uitlegt hoe dat vak in elkaar zit. En als je ziet hoe die man zelf zijn vak geeft. hoe de studenten dat vak altijd geëvalueerd hebben. overwegend zeer positief. En dat hij echt een bijdrage heeft geleverd aan onze jeugd autonoom leren denken. En dan in plaats van waardering. en misschien gewoon een gesprek over waar de zorgen zijn, dat mag natuurlijk altijd wordt er zo die machine van die universiteit zo losgelaten op zo'n man... en wordt die gewoon weggezet. Hè? Dus ik vind dat heel erg zorgelijk. Ja. Ben je niet bang dat wat er nu gebeurt met jou... en wat er gebeurt met jou... juist een signaal is voor andere uh, docenten... die misschien twijfelen om te denken van... ik hou mijn mond, want mijn kop gaat eraf. Ja. Had je het niet misschien voorzichtiger moeten doen... Nou, ik denk, laten we even kijken hoe het allemaal afloopt. Wat, wat er goed is aan mijn situatie, ik zei het net ook al, er is dus een onafhankelijke onderzoekscommissie aangesteld, de commissie Stolker, dus van de oud uh, rector Magnificus van de Universiteit Leiden, die leidt die commissie. Er wordt nu het Instituut van Sociale Wetenschappen wordt op zijn kop gezet, er worden mensen geïnterviewd. Iedereen die zelf, studenten of medewerkers die zelf een ervaring willen delen, kunnen naar die commissie. Ik roep mijn collega's en studenten ook op om dat te doen. Hè, die zich nu bang zijn en die zorgen nooit echt konden delen. Je kunt nu vertrouwelijk naar een commissie dat verhaal vertellen. Ik denk als zo'n commissie mijn zorgen bevestigt, moeten we het toch maar zien. We zijn onafhankelijk, ook van mij natuurlijk. Maar als zij dat bevestigen, hè, met zijn drie hoogleraren die in een. Uh, echt, we Ja, dat zullen we zien. In ieder geval onafhankelijk redelijk, voor zover ik kan zien, van de belangen van de Universiteit van Amsterdam. Ik vind dit wel een serieuze commissie. Het maakt op mij een goede indruk. Als zij een deel of uh, een groot deel van mijn zorgen bevestigen... dan is het niet meer zo makkelijk om het aan mijn persoon te koppelen. En om mij zo weg te zetten als een wappie en een gek... die ontspoort is en die rancuneus is en met extreem rechts hult... en wat er allemaal verder niet bedacht is. Maar dan wordt het opeens bevestigd door een uh, wat meer serieuzere uh, ja, groep mensen. En ik denk dat dat de redding zou kunnen zijn. Maar ja, nogmaals, ik weet niet wat daar gaat gebeuren. Ik maak me geen illusies als die commissie mijn zorgen... Uh, niet bevestigt en mij als persoon niet rehabiliteert... dan heb ik geen toekomst op de universiteit. En dan is het misschien wel slechter af... omdat mensen denken, nou, ik ga dus niet doen wat er met die buis is gebeurd. Dus het is een hele spannende tijd voor de UvA en voor mij. Ja, ja. in juni is volgens mij de uitkomst... In juni hè, die komen die commissie... zij naar buiten, is de planning in ieder geval met hun rapport. Ja. ja, laten we eens uitzoomen, want we hebben het nu over Nederland... of eigenlijk Amsterdam, bij jou de universiteit in Gent. Uh, zijn dit toevallige... Ja, ik stel een beetje een, een, een misschien een beetje een, een vraag met een open deur. We trappen een beetje een open deur in. Maar zijn dit uh, gevallen op zich, of gebeurt dit overal in de wereld, Matthias? Heb jij daar data van? Het is een, volgens mij wel een wereldwijd opkomende tijdsgeest. Daar twijfel ik eigenlijk niet echt aan. Je hoort het op veel plaatsen uh, ter wereld dat er een soort uh, prangende ideologie ophang maakt. Die, die zorgt dat er over zaken als seksualiteit bijvoorbeeld, maar ook als gezondheid, uh, als veiligheid, uh, uh, als het klimaat uh, niet meer open mag, mag gesproken worden. En dus dat komt, die tijdsgeest komt overal op. Uh, hoe en waarom hij opkomt, dat is een andere vraag. Volgens mij zowel bottom-up als top-down. Volgens mij alle twee. Je komt zowel op vanuit de bevolking... als dat hij van bovenaf uh, wordt uh, opgeliepeld, laat ons zeggen. Uh, daar twijfel ik niet aan. Dat het, dat het quasi wereldwijd is, dat denk ik echt. Uh, ja. ja. In ja. jouw boek uh, De Psychologie van het Totalitarisme... Ja. waarschuw jij dus pas op, mm. jongens. Blijf mm. praten. Want mm -hmm. als de wolf haar eigen welpen opeet... is het te laat. Mm -hmm. Dus natuurlijk de vraag... Zijn we niet al in dat stadium? Uh, nog niet echt, denk ik. Uh, het, 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 wordt, uh, het proces gaat nog een stuk verder, maar er zijn ook andere tendensen. Ik hoor ook meer en meer mensen die toch het gevoel beginnen te hebben dat er iets grondig verkeerd zit. Ik hoor het woord totalitarisme, zelfs meer en meer vallen, ook in, of in de mond genomen worden door mensen die het vroeger niet in de mond namen. Dus het komt er nu gewoon op aan. Uh, U stelde daarnet de vraag van. Uh, ja, uh, gaan jullie niet net een afschrikwekkend voorbeeld worden? Gaan mensen niet, collega's niet net gaan zeggen van, ja, maar nu zien we wat er gebeurt als je uitspreekt. We gaan dat niet meer doen. We moeten niet op die manier denken. We mogen niet te veel denken in zo'n situatie. We moeten voelen. We moeten voelen van, kijk, dit is oprecht zijn als mens. En wat de gevolgen ook zijn. Ik wijk hier niet vanaf. Ik ga misschien voorzichtig zijn. Ik ga zo menselijk mogelijk zijn. Ik ga zo goed mogelijk luisteren naar anderen. Maar dit hier dit gevoel laat ik niet los. Ik blijf mijn mening op die manier uitspreken, wat er ook gebeurt. En ik heb er het volle vertrouwen in dat er genoeg mensen gaan zijn die die keuze gaan maken. Ze hoeven met niet al te veel te zijn. Een klein aantal mensen kan een gans systeem doen kantelen. En ik geloof echt dat we daarin gaan slagen. Het zal niet, misschien niet direct gaan. We zullen misschien door nog een lange duistere periode gaan. Maar uiteindelijk uh, uh, gaat dit, uh, gaat het die ingesteldheid zijn die erin gaat slagen om richting te geven aan een nieuwe vorm van samenleving. Een nieuwe vorm van samenleving waarbij mensen meer dan ooit tevoren beseffen dat menselijk spreken de basis is van ons bestaan en de basis van onze samenleving moet zijn. En we moeten ruimte maken voor een echt oprecht spreken, omtrent seksualiteit bijvoorbeeld. Voor mij is seksualiteit een onontwarbare knoop. Niemand kan precies zeggen hoe het in elkaar zit, maar het, wat er zo cruciaal is, is dat er een ruimte is, altijd, waarin mensen kunnen zeggen, we kunnen. Over seksualiteit, verschillende meningen aan elkaar contrasteren. We kunnen erover spreken. En dat leek even zo te zijn in de, in de jaren 60 en zo, maar vreemd genoeg is dat discours, dat over openheid van geest hing, zelf tot een dwingend discours geworden. Dat kan dus perfect dat elke andere vorm, elke andere mening uitsluit en versmacht. Dus we zitten in dat, uh, ja. met dat probleem nu en uh, we gaan er door moeten door die fase. Ja. Um, Hoopvolle berichten vanuit jouw kant. Deel jij de mening van Matthias? Ja, nou, ik vind dat Matthias het heel goed uitlegt. Ook dat we vooral hè, dat we niet zo moeten denken in termen van uh, moeten we nu doen wat Laurens en Matthias bijvoorbeeld doen, uh, maar vooral voelen. Dat vind ik allemaal heel belangrijk. Maar ik maak me ook wel weer geen illusies. Waar ik me toch wel van bewust ben geworden de afgelopen tijd is dat uh, als we het hebben over het woord propaganda en censuur, dat dat toch wel echt aan de gang is. En op, ook hmm. steeds meer um, via het onderwijs en, de on en het onderzoek van universiteiten, dat juist daar toch een heel belangrijk belang lijkt te liggen... ook van de totalitaire kracht in de wereld, om juist via de universiteiten... die we toch zo kennen als objectief en neutraal en wetenschappelijk... dat dat ook doordrenkt wordt met een totalitaire agenda. Dus volgens mij is dat wel aan het gebeuren. Ik ben er wel van geschrokken, hoe bijvoorbeeld op de UvA... maar ook bij andere universiteiten in Nederland en in de westerse wereld... Over zaken als klimaat, over zaken als discriminatie, racisme, seksualiteit, corona, vaccinatie, gezondheid. Dat er allemaal onderwerpen zijn wat veel verder gaat dan alleen woke. Maar waar er toch een heel nauwe codes bestaan over wat je wel en niet mag zeggen. En dat is heel gek, maar dat hangt een soort in de lucht. Ja, ik, iemand gebruikt ook als een keer dat woord: het is een soort mindvirus. Als je daar rondloopt in die gemeenschappen, dan word je daarmee geïnfecteerd en ga je zelf ook heel snel op die manier praten en denken. En het is een soort zelfregulerend systeem: mensen die zich de, hè, daarmee dreigen te breken, die worden heel snel gezonde, bokt en weggezet. Dus ik vind dat we wel heel alert moeten zijn. Hè? Zeker ook als het gaat over universiteiten, hogescholen, middelbare scholen. Dat moet echt vrij blijven. Laten we in Nederland in ieder geval waakzaam blijven de komende maanden en jaren: dat we dit echt vrij plaatsen blijven waar verschillende meningen, verschillende perspectieven mogen bestaan. Waar het debat altijd met argumenten wordt gevoerd, waar mensen niet met persoonlijke aanval en drogredenen worden weggezet, waar niet wordt gecanceld. En we zien toch dat in Amerika, als je een beetje een schrikbeeld wil krijgen van waar het in Nederland naartoe kan gaan, moet je eens daar kijken. Ook op hele grote, respectvolle universiteiten zoals Harvard, waar het bestuur gewoon niet meer durft op te treden tegen militante politieke correctheid van bijvoorbeeld studenten en collega's. We moeten echt voorkomen dat het hier ook zo ver komt. Dus daarom ben ik ook zelf als klokkenleider op de UFA naar voren gestapt. Het is al heel ver uit de hand gelopen, maar het kan nog veel meer uit de hand lopen, weten we bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dus stop nu. En ik roep ook wel mensen op in het land, in Nederland, die dit bijvoorbeeld kijken. Doe wat. Hè? Dus spreek je toch uit. En, en als je dit om je heen ziet gebeuren, je werkt in het onderwijs of in het onderzoek... Hè, probeer toch met bondgenoten uh, uh, ja, uh, ja, uh, ja, toch je uit te gaan spreken. Ja. ja. Een hoopvolle Matthias de Smet en een waakzame Laurens Buijs. Maar <laughs> ja. allebei zeggen jullie, spreek je uit, ja. blijf praten. En dat doen wij hier ook bij Blackbox. We blijven praten, we blijven communiceren en we dwingen niemand een mening op... Denk na, ga met elkaar het debat aan. En zorg ervoor dat het geen verstikkende samenleving wordt. Ik dank jullie voor dit mooie, interessante gesprek. Het ja. zijn moedige kerels. Uh, en ik, uh, ja, ik hoop dat dat uh, op die universiteiten allemaal een beetje gaat normaliseren. En dat jullie vooral je vak gewoon kunnen blijven uitoefenen. Want het zou toch wel uh, bizar zijn als dat niet kan. hè? vind ik ook. Ja, ja. Dank voor het kijken. Deel deze video. En als je een donatie kan missen, heel erg fijn, dan kunnen we blijven doen wat we doen. Onder andere ook op de maandag, woensdag en vrijdag maken we altijd actualiteitenprogramma's: Blackbox Today om 7 uur. Altijd live op Blackbox TV te zien. Deel deze video nogmaals, want we hebben jullie steun nodig, want Big Tech is ons niet zo welgezind. En uh, wie weet, gaat er dan heel veel naar deze video gekeken worden.